Aan het einde van de dienst moet de vaatwasser worden gereinigd. Je begint met het verwijderen van een van de kleine spoelarmen door deze een kwartslag te draaien. Vervolgens verwijder je beide roosters. Je plaatst de spoelarm terug. Daarna verwijder je de stop. Sluit de klep en druk op de knop van het schoonmaakprogramma. Op het display zal verschijnen Cleaning. Dit duurt een paar minuten en de vaatwasser wordt leeggepompt. Na dit proces geeft het display End aan. Je plaatst de stop en de roosters die je hebt schoongemaakt weer terug. Je sluit de klep en je zet de vaatwasser uit. Voor verdere instructies kunnen de andere video's worden geraadpleegd of bekijk het Bardienstboek.